Hallo lieve schorpioen, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij 26 februari tot en met 3 maart, dat is week 9. Het is een algemene reading, haal ervoor uit wat je nodig hebt. Nou lieve schorpioen, laten we eens gaan kijken naar je hoofdthema. Oké, en dan zie ik eigenlijk dat het belangrijk is om echt je hart open te gaan zetten. Open te staan voor liefde. Dat je meer aan het ontwikkelen bent dan dat je denkt. Er komen meer intuïtieve openbaringen, zie ik. En angsten die naar boven komen, die mag je los gaan laten. Dus het is eigenlijk een thema waarin er dus nu echt gekeken wordt dat je dingen anders mag gaan zien dan dat je misschien verwacht hebt. Dus er komen waarheden naar boven die jou weer doen gaan groeien. We gaan eens even verder kijken, lieve schorpioen, wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de schorpioen deze week verwachten? Ja, ik merk toch een bepaalde druk op je schouders. Dat je het soms zwaar hebt, niet zo goed weet wat je dan moet gaan doen. Dus de kijk op het leven is ook echt heel erg belangrijk. Dus je mag echt deze week actie gaan ondernemen. Nieuwe fases in gaan stappen. Situaties afronden. Overvloed komt echt naar je toe, ook al zie je het nu niet. Dus spreek vooral dat innerlijke kind aan. Lieverd, je hoeft niet bang te zijn. Alles komt goed. Geef jezelf de liefde, geef jezelf de aandacht die je op dit moment nodig hebt. Ga even kijken naar een mooie positieve boodschap voor jou. Probeer niet alleen goed te zijn voor anderen, maar wees ook goed voor jezelf. Lieve schorpioen, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Wil jij graag ook workshops volgen? 30 maart is de Soul Body Fusion workshop. Kijk even op de website of op Facebookpagina en wie weet zie ik jou dan. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.